Zo kijkers, welkom, welkom, welkom. Jawel, het gaat schoonlijk ook woensdags gaat het, hoe moet ik het zeggen, korte vlogs zijn. Maar ik ben op een punt gekomen dat ik mijn kanaal ga omgooien. Nee, ik ga niet stoppen. Ik ga niet stoppen. Wel 9 van de 10 kansen stoppen met vlogs te maken. Om mij ook wat rust te geven. Ook rust naar de relatie toe van mij en mijn vriendin. Bij deze weten jullie dat dan einde vlogs na zoveel jaren te vloggen neem ik klein beetje rustig de, hoe moet ik het zeggen, afstand. Als ik er ooit zeg van oké, nu verloopt alles terug wat goed, terug wat soepel in mijn leven. Dan, dan ga ik terug gewoon beginnen te vloggen. Ik ben nu ook de laatste tijd veel Euro Truck Simulator 2 aan het spelen. Ik ben daar blij om. Daarom dat ik nu echt uiterlijk ga vragen voor te abonneren. En ook op een belletje te drukken, dan weten jullie wanneer dat er een nieuwe video online komt. Ik ga richting Stuk TV werken. Dus wat houdt dat in? Ja, dus ik moet nu al geen voorbeeld geven aan Stuk TV, want die heeft ook al geen 3 weken al meer geüpload op zijn hun YouTube kanaal, dus wat er met Stuk TV aan de gaande is, niemand weet het. En hoe moet ik het zeggen? Wanneer dat er ook een nieuwe video van hun online komt. Nee, dus ik ga sowieso zeggen, wekelijks ga er dan 2 video's, 2 gameplay video's online komen. De livestream, die wil ik ook behouden nog. Dus dat er ook eens regelmatig een livestream dan in te pas komt. Dan vloggen. Heeft iemand mij dat aangepraat van te stoppen met vloggen? Ja en nee. Ja en nee. Het is ook voor mij heel moeilijk. Gewoon van... Het gaat raar zijn dat ik niet aan het vloggen ben. Want het is ook een deel van mijn leven geworden. Het is echt een deel van mijn leven geworden, dus dat filmen. Ik probeer ook veel dingen waar ik vroeger openbaar heb gemaakt en al. Dit wil ik terug wat richting de privéwereld brengen. Dat wij ook leuke privémomenten hebben, ik en mijn vriendin en mijn vrienden. Zonder dat er een camera of zo erbij moet komen bekijken. Want veel van mijn vrienden, ja, die zeggen ook van, wij willen niet in uw vlog zitten, omhoog van, wij worden continu ook afgekraakt en al. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Er zijn meer
negatieve commentaar, meer dat jullie mij proberen aan te vallen en mij proberen neer te krijgen, ik zal het zo zeggen. Dus een klein beetje mij pesten onrechtstreeks zonder dat ik het zelf besef. En dat wil ik niet meer. Dat wil ik gewoon niet meer. Ik wil gewoon terug richting de oude Psycho gaan. De oude Dimitri. En dat heeft tijd nodig. Hoeveel tijd, dat weet ik niet. Ik ga me daar ook aan werken. Kan zijn dat het dan ook qua... Ik kan niks beloven. Ook qua drugsgebruik volledig gedaan is. Gewoon van, ik ben nu heel zwaar op zoek naar een body. Bijvoorbeeld als ik trikkels kreeg of een raven kreeg voor dat te doen. Dat ik dan iemand kan opbellen. En dan heb bijvoorbeeld samen dingen kunnen doen. Waardoor dat mijn trikkels of mijn raven daar niet meer naartoe gaat. Dat ik dat uit mijn kop krijg, uit mijn systeem krijg, uit mijn lichaam en al. Dan ben ik daar ook heel blij om. En dan gaat het leven ook nog twee keer zo leuk zijn. Echt waar, mensen. Dat besef ik ook. Maar die besef is redelijk laat gekomen nu. Ik geef dat ook eerlijk toe. Die besef is echt redelijk laat gekomen. En... ja... kan ik ermee om? Momenteel moeilijk. Moeilijk omwille voor die verandering. Ik ga sowieso blijven doorvloggen tot in mijn appartementsblok. En ook over het gevoel, over het kanaal van Psycho TV praten. Dus ja, dan weten jullie dat. Dus ik heb iets te veel trikkels, iets te veel... ja, moeilijkheden en al, waar ik wil nu heel snel wil aan werken. Echt heel, heel, heel snel. Want de klok tikt. De klok tikt helemaal dus, maar ik ben hier nog van alles uit mijn auto uitnemen, waar ik nog allemaal mee moet. Oh. En ik heb maar één hand daar. Mensen, ik heb maar één hand, omwille van dat ik ook aan het vloggen ben. Oh. Dus... amai. Rokershoest, ja. Voilà. Heb ik nu alles? Ja. Deurken toe. Deurken sluiten. Zometeen, voilà, het is gesloten. Ik kan nog gauw iets in de vuilbak weggooien, wat in mijn auto gewoon heeft gelegen, iets kleinigheid, dat mag. Dus, yep, zet re. Het is koud. Nu nog mijn sleutels terugnemen. Hallo, ik zit hier nu in de licht. En nu niet meer. Nu ga ik terug richting de donker in. Jammer genoeg. Ja, het is ook al donker buiten, hè. Dus dan kan ik ook geen extra verlichting maken. Jullie zeggen van, jawel, dat lukt wel via jouw gsm. Ja, het was ook allemaal tijd. Nu ben ik al aan mijn voordeur. Voilà. Nee. Dus ik ga nog even verder. Ik wil niet dat mijn kanaal
dood bloed. Nee. Ik wil dat niet. Zo, dus zullen ik ook wat jullie gaan ook gaan aanhoren, dat is iets niet heel leuks. Zullen ik alles. Ik ga vanaf nul terug herbeginnen. Dus ik gooi alles wat besproken is geweest. Dus vanaf nu, dus woensdag, de 31ste januari. Dus vanaf 1 februari gaan we in een volledig nieuw begin beginnen. Met misschien toch nog een leukere tijden tegemoet. Maar voor nu wil ik, ik wil gewoon niet stoppen met vloggen. Dat wilde ik gewoon niet. Maar ik kan niet anders. Ik kan het gewoon niet. Vind ik het leuk om dit te zeggen naar jullie toe? Nee. Als ik misschien ook ben verhuisd of zo, dat ik dan. Wacht hè. Lichten aan. Voilà, hier ben ik dan. Dus ja. Ik wil niet stoppen met vloggen, maar voor mij te beschermen. En om. Echt ook de haters of die altijd kritiek op mij hebben, om die buitenspel te kunnen zetten. Ik ben er nu echt serieus in. Dus ik ben afscheid aan het nemen van jullie kijkers die heel graag naar mijn vlogs en al kijken. Maar ik wil eerst aan mijn eigen werken. Ik wil echt eerst aan mijn eigen werken. Daarna wil ik het misschien toch heropnemen, dat vloggen. Maar hoe het er nu aan toe gaat, is het een beslissing van mijn eigen. En ja, daar hebben nog een paar mensen mij ook doen denken zetten voor dit te kunnen doen, om te kunnen stoppen met vloggen. Ik heb het moeilijk. Ik heb het echt heel moeilijk om dit te doen. Het is ook mijn leven, vloggen en al. En omwille van die negatieve commentaren altijd, ook op Discord, ook op de YouTube comments en al, ook tijdens de Q&A en al. Het probleem is zo, ik heb soms het besef niet dat ze met mij aan het uitlachen zijn. Met mij aan het lachen zijn. En dat wil ik niet meer. Nee, ik trek nu ook een streep om mij te beschermen. En dan een gelukkiger leven te kunnen leiden en al. Maar ik ga niet stoppen met gamen. Nee. Stoppen met gamen, dat staat niet in mijn woordenboek. Ik stop even dus met vloggen. Ik denk dat er heel veel mensen zeggen van. Eindelijk, hij is tot besef gekomen om te stoppen met ja, vloggen. Maar zo dat ik met de ganse YouTube-kanaal ermee stop. Maar dat ga ik niet doen. Want mijn YouTube-kanaal is eigenlijk ook. Ik geef het ook eerlijk toe. Dat is ook mijn kind. Mijn kind, waar ik eigenlijk zo al.
groot heb kunnen brengen. Ja, groot. Gewoon nog wat bij de kleinere YouTubertjes. Dat geef ik ook eerlijk toe. En af en toe dat ik wel eens viraal ben gegaan, denk ook maar aan de tijden van Stippelijn. Ik heb ook tijdens mijn vlogjaren, begin van de jaren waren echt heel goed, tot aan de COVID-19 tijd. En dit is de COVID-19 tijd, is het echt bagger achteruit gegaan met vloggen. Dat geeft Eén persoon kan mij wel nog begrijpen, dat is mijn beste vriendin. Want die zit in dezelfde like als ik. Ik woon hier niet meer graag. Zij woont ook niet graag waar zij woont. Dus we zijn naar oplossingen ook aan het zoeken om ons ook gelukkiger terug te kunnen laten voelen. Want we zijn echt. Zijn we nu op dit moment echt gelukkig? Nee, we zijn niet gelukkig. We zijn echt niet gelukkig. En deze video hoop ik eigenlijk nooit maken. Nooit. Waar ik een afstand ga nemen van een dagelijkse filmpje online te zetten op mijn kanaal. Ik wil niet meer vrienden verliezen daardoor. Zo gelijk ben ik ook al een hele goede kameraad. Hierdoor ook helemaal. Gewoon van dat ik helemaal ben ontspoord en al kwijtgespeeld. En jullie weten wie. Ik zie er nog altijd vanaf dat ik hem ook ben verloren. Ik heb het echt zo niet gewild. Zo niet gewild om zo te leven. Ik heb nu, ik kan het op één hand tellen, van vrienden. Evelien, Glenn, Chris, Ben. Vier mensen. Vier. Mijn vriendenkring is door het vloggen helemaal in elkaar gezakt. Helemaal. Ik had vroeger veel meer vrienden. Zo gelijk Eileen, Jori, Doekie. Noem maar op. Ik ben die één voor één allemaal kwijtgespeeld. Omhoog van dat ik echt in de YouTube-wereld ben gestart om het thema aan te nemen mijn dagelijkse leven te vloggen. Maar als het op er is altijd ergens wel een punt waar je
waar je moet gewoon moet stoppen. Zo, ook nog eens voor de laatste keer pim-pom-pet spelen. Pim-pom-pet. Dat wil ik nog wel doen. Hoewel ook pijn dat het doet. De letter M van mama. Ik heb nu nog een... Ik ga een paar vraagjes erbij pakken. Een paar. We waren er bijna erdoor. Dus ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5. Dus 6 vragen nog. Dus met de letter M. Een groente. Meloen. Als dat een groente is. Dus die mogen jullie ook niet meer zeggen. Een insect. Een mier. Dan hebben we de volgende letter. En een kaartje. De E. Iets dat groter is dan je zelf bent. Een elektrische bus. Voilà. Dat is iets dat groter is dan je zelf bent. Dan iemand die ouder is dan je zelf bent. Met de E. Ja, Erik, mijn papa. Voilà. Dan een dier dat kan vliegen met de letter V. Vliegende vis. Voilà, dat bestaat. Een dier dat in het water leeft. Ha, een vis. Voilà. Een vinvis. Dan zitten we weer op de letter M. De L van Lima. Iets waar je op kunt liggen. Een ligbed. Iets waar je foto's van maakt. L. Leeuwen. Als je op safari bent. Dus iets waar je foto's van maakt. Leeuwen. Voilà. Een dier dat eieren legt met de letter S. Een slang. Een beroep. Slager. Voilà. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. De pimpampet tijd. Voor de allerlaatste keer. Laat het ook in de reacties weten. Ik wou deze vraag stellen, maar tot besef kom ik ook te denken van... Nee, beter deze vraag echt niet stellen. Want daar gaat gewoon negatieve commentaar toch op komen. Maar toch ga ik hem stellen. Wat vinden jullie ervan dat ik stop met vloggen? Wat vinden jullie daarvan? Maak ik ook een goede keuze momenteel? Ja of nee? Laat het echt ook in de reacties weten. Want kijkers, ik zie jullie echt graag, hè? Jullie graag. Hoeveel van jullie zijn, heel veel mensen zijn schatjes die ook kijken. Ik heb hier ook nieuwe kennissen gemaakt. Mensen die ik nog nooit heb gekend, die hier iets verderop wonen en al. Ik ben daar duizendmaal dankbaar voor dat ik hun ook heb leren kennen. En ik hoop niet dat onze band die we daar ook hebben opgebouwd,
kapot gemaakt wordt of is. Ik hoop dat jullie hier nog eens komen wandelen. Je bent altijd welkom. Altijd. En dan wil ik ook nog even ook terugkomen op mijn partners. 666 gamers. Jullie zijn een hele goede community. Die ook achter mij staat en al. Ik probeer ook heel veel terug te doen ook naar de LAN-party wereld. Dat weten jullie. Ik ben een hele goede persoon. Ook een helpende persoon. Bijvoorbeeld als een LAN-party ergens moeilijkheden mee hebben of zo. Of die kunnen ergens niet aan uit. Die mogen mij ook altijd blijven contacteren. Ik zal er altijd ook voor jullie er zijn en blijven er zijn. Dus ik blijf jullie ook altijd op de achtergrond steunen. Ik ben nu heel zwaar ook zelf aan het twijfelen voor binnen 3 weken richting Wiese te vertrekken, richting Frecomatic. Kan zijn dat er 3 lege plaatsen open blijven. Kan. Ik ben er nog heel zwaar over aan het nadenken om even van de gamers die ook al hebben gezegd van ik ga u komen opzoeken. Omdat je ook heel veel hebt geschreven tegen mij. Oké, ja, sorry daarvoor. Die persoon weet niet over wie dat ik het heb. Ben ik er klaar voor een confrontatie, een gesprek aan te gaan? Nee, dat ben ik niet. Daarom dat ik nu ook heel zwaar aan het twijfelen ben als ik echt naar Frecomatic ga, ja of nee. Ik zal zeggen, ik zal een definitieve knoop doorhaken nu zondag. Ik ga er echt heel zwaar, maar ook echt heel zwaar over nadenken. 66 Gamers LAN, daar ga ik sowieso naartoe, want ik heb me daar rot geamuseerd. De allereerste editie dat ik daar aanwezig was. Jullie zijn echt een hele top organisatie. Eigenlijk op heel weinig vlakken kan ik hun afkeuren. Alleen ja, waar heel veel commentaar was op geweest was het catering systeem. Maar dat hebben ze ook verwacht. Dus ja. Wilt je ook nog altijd naar de 66 LAN party komen? Dat kan altijd. Dat kan nog altijd, hè mensen. Er zijn nog altijd tickets beschikbaar. En er is ook een roulette. Je kunt zelfs nog een tweede ticket winnen. Ga naar www.psychotv.be en klik op de 66 LAN 2024. Post. Daar staat alles mooi uitgelegd wat je moet doen. Om zo een ticket te in de markt te kunnen krijgen, een tweede ticket. Maar nu genoeg geluld, genoeg gepraat. Het is daarom dat ik nu zo echt jullie ook aan het lijntje aan het houden ben van what the fuck ben ik nu mee bezig? Ik ben afscheid aan het nemen. Dat is niet goed. Dat is gewoon niet goed. Maar het kan gewoon niet anders. Dus er gaat een redelijke lange break zijn van vloggen. Maar gaming movies die gaan er sowieso nog altijd aankomen. Daarvoor zit ik hier nog veel te graag. Hier achter mijn pc.
Maar op een vloggen ga ik even een punt achter mijn carrière zetten. Ik heb redelijk veel jaren deel mogen uitmaken ook van de grote YouTube community zo gelijk. Ik dank je ook wel Acid dat ik ook op zijn kanaal ben gekomen. Dankjewel QC dat ik ook op zijn kanaal ben gekomen. Dankjewel Dumpert dat ik ook op hun kanaal ben ook al terecht ben gekomen. Dus ik ben ook al bij Milan Knol op zijn kanaal terecht gekomen. En dat zijn redelijke grote YouTubers. Waar je denkt van, what the fuck? Menen ze dan nu echt dat ze mijn volken hebben genomen ook op hun kanaal te mogen uitzenden? Dat vind ik gewoon chapeau. Dat ik dat ook al heb kunnen bereiken. Maar ja. Mensen, er is een tijd van komen en gaan. Dus laat het echt, maar ook echt in de reacties weten. Als ik echt een goede beslissing heb gemaakt, ja of nee. Kijkertjes en kijkers. Dankjewel. Ik heb nog eens de allerlaatste keer in mijn vlog de aftiteling doen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream gaat aankomen. Klik ook op het belletje om van, ik maak ook postjes. Dus wanneer dat er echt een livestream gaat aankomen op die dag, maak ik er ook een postje van. Dit wil ik zo goed mogelijk in acht houden. Dus een dag ervoor een postje maken voor een dag later de livestream te kunnen doen. Ik ga dat proberen in acht te houden. Ik kan niks beloven. Maar ik ga wel mijn best doen. Mensen. Dankjewel. En tot. Op een gaming movie. Hè. Tot later allemaal. Yo.